Ja, dat er gewoon meer geld is voor onderzoek. Ja, om uiteindelijk een medicijn of iets te vinden. Ja. En daar is gewoon heel veel aandacht voor nodig, heel veel geld voor nodig. En dan, ja, wie weet, is nog iets mogelijk. Al is het niet voor Inske, dan voor andere patiënten in de toekomst. Onze kleindochter die heeft Inske, die heeft dan de spierziekte ALS. En daar willen wij dus alles aan, alle mogelijkheden benutten om dat makkelijker te maken, dat er eventueel medicijnen gevonden kunnen worden of gemaakt kunnen worden. Maar dat is natuurlijk een heftig iets en het kost ontzettend veel geld. Dus vandaar dat wij zoveel mogelijk willen lopen en bekendmaken, omdat dan de mensen misschien geneigd zijn om te doneren. Ja, op mijn 23e kreeg ik de eerste klachten. En dat begon met dat ik niet meer goed kon hardlopen. En de diagnose kreeg ik pas 1,5 jaar later. Omdat ze mede door mijn leeftijd gewoon niet aan ALS dachten. Go team Inske. Go, go, go team Inske. In het begin vond ik het heel moeilijk. Want het is gewoon je doodvonnis. En hoe ga je daarmee om? Daar moet je gewoon zelf een weg mee inzoeken. Dus in het begin waren we vooral heel erg verdrietig. Maar nu proberen we gewoon van alle leuke momenten te genieten. En ja, we hebben het gewoon heel leuk samen. Ik vind het wel belangrijk dat wij zo actief mogelijk zijn om zoveel mogelijk mee te helpen aan het ophalen van donaties. Zodat er onderzoek gedaan kan worden en er goede patiëntenzorg gegeven kan worden. Waar Inske natuurlijk ook baat bij heeft. Dat vind ik echt heel belangrijk. Dat we ons zo goed mogelijk inzetten. Want dat is het enige. dat is het enige wat wij kunnen doen. Ik kan de ziekte niet wegnemen, ik kan haar niet beter maken. En dit kun je doen. Op deze manier kan ik toch mijn steentje bijdragen en het leven zo goed en positief mogelijk maken voor haar. Maar wij hebben een heel fijn gezin en wij doen dat samen. Echt, we doen Inske beschermen, in zoverre beschermen. We helpen haar, proberen haar te helpen met Sjoerd, nu met kleine Sophie. En dan gaan we dus met het hele gezin zorgen dat het makkelijker wordt voor haar. Ik vind het heel fijn dat ze er gewoon letterlijk en figuurlijk allemaal voor me zijn. Mont Ventoux staat voor ALS. En dat is ons streven, om dat te blijven doen, zeg maar. En zeker voor Inske en alle verdere patiënten die deze ziekte hebben. Ja. Het grote doel is om zoveel mogelijk geld op te halen voor de ALS-stichting. En aandacht te geven aan de ziekte ALS, zodat die dus meer bekend wordt.